misschien wel weten, is gewerkt als danseres. Ik heb allerlei freestyle dansopdrachten gedaan. En dat komt eigenlijk een beetje voort uit mijn balletstart. Toen ik van Baarn naar Amsterdam ben verhuisd, heb ik dat niet doorgezet. Omdat ik toen helemaal volledig ging paardrijden. En je kan natuurlijk niet alle hobby's tegelijk doen. Maar dansen is er altijd in blijven zitten. En dat ben ik dus ook zeker blijven doen, het dansen. Het is niet voor niks dat ik 10 jaar daar mijn werk van heb kunnen maken. Die tijd is voorbij. Inmiddels doe ik van alles in de fitness. En ik was eens aan het kijken wat ik allemaal voor lessen zou inplannen met mijn One Fit pasje. Ik kwam dus een hele tijd geleden terecht bij Bar Concepts. En dat is eigenlijk een combinatie van fitness en ballet. Kort voor 7 moet ik in Amsterdam zijn in Anjelierstraat. En dat is toevallig precies waar ik zelf ook ben opgegroeid en op school heb gezeten. Dus vind ik ook wel grappig. Van 6:15 tot 7:00 is dan de introductie. En daarna volgt 1 uur de gewone les. Ik ga ook mijn hartslagmeter omdoen om te kijken hoeveel calorieën ik verbrand. Hopelijk doet hij het dit keer. En ik zal er uiteraard straks verslag van doen van hoe ik het vond. Ik ben super benieuwd. Dat is grappig. De locatie zit naast. Daar is de locatie. En het zit naast mijn oude schooltje. De Theo Thijssen school. Hartslagmeter deed het vandaag en ik heb dus in 1 uur en 1 kwartier 456 calorieën verbrand. Het schijnt echt helemaal een hype te zijn in New York. Het is dus een combinatie van fitness en ballet. En door middel van aan een bar te steunen, krijg je dus een hele leuke combinatie van die dans en fitness. Er zaten heel veel goede beeloefeningen bij. Dus dat is voor mij natuurlijk helemaal top. En het stond heel erg vandaag. En ik had heel erg haast. Ik was eigenlijk helemaal vergeten dat ik hierheen zou gaan. Dus ik had vanochtend ook al getraind. En super haast, haast. Dus ik ben snel naar Amsterdam gegaan. Voor deze les. Dat wilde ik niet missen. Want ik was er namelijk al een hele tijd voor aan het wachten. Omdat het zo'n hype is. Dat ze gewoon altijd vol zitten. En ik zag dat die les altijd vol zat. En daarom dacht ik, hier moet ik aan meedoen. Ja, even mijn auto zoeken. Het was niet echt super zwaar. Ik vond het ook niet erg dat ik dus al getraind had vanochtend. Want het was gewoon goed te doen. En ik denk wel dat als je nog nooit verder andere fitnessen doet, dat wel super goed is. En ze vertelde mij net dat het speciaal ontwikkeld is voor als je fitness wil doen, maar toch ook je spieren lang wilt houden. Dus je lenigheid wil behouden. En dat is soms wel goed voor mij, want ik word door al dit trainen vaak
wat minder lenig, terwijl ik dat wel ben. Ja hoor, kijk dan hoe die auto op mijn auto heeft geparkeerd. Hoe ga ik nou instappen? Wat een aso. Moet ik hier nou gewoon instappen? Nou, ik ga wel gewoon in deze kant van mijn auto. Echt Amsterdam weer, hè? Dat je zo via deze kant je auto in moet gaan. Wie heeft dat busje naast mij neergezet? Heb ik 2 keer getraind, moet ik dit ook nog doorstaan? Let's go. Nou, het is misschien ook leuk om te zien. De supplementen zijn eindelijk binnengekomen van Body & Fit. Nou ja, ik zeg eindelijk, maar we hadden ze zaterdag besteld. Het is nu dinsdag. Het is binnengekomen. Grote doos. En mijn vriend die geeft even uitleg erover. Wat hij heeft besteld en waarom hij dat heeft besteld en wat de werking ervan is. Vind je het leuk om dat ook te zien? Dan zie je dat dus in onze vlog. En die komt maandag weer online. Dus als je dat wilt zien, kijk dan maandag even naar onze vlog. Doei!